Oké, boys. Godver, ik had net mijn anti-zandstorm muts opgedaan. We zitten midden in de moe. Ik wil eigenlijk met Jamie kunnen communiceren, man. Want ik heb geen idee wat hij aan het doen is. Ik heb geen idee waarmee ik hem nu precies help. Ik kan dus ook steeds niet de damage nummers zien op een iets verdere afstand. Dus al met al heb ik gewoon simpelweg gewoon geen idee wat hier allemaal gebeurt. Het enige wat ik voor nu kan doen is even dit afleiden. Hopen dat ik even een move kan maken op deze Jenny op zijn minst. Wat in principe easy moet lukken. Volgens mij schiet die turret daar beneden al niet meer. Maar ja, het kan ook zijn dat hier player only staat of zo, man. Dat weet je niet. Dit is een scam, man. Dit is echt een dikke vette scam. Oh, ja, daar zit een andere nog. Oh, zijn ze gesoopt? Oké, ik kan nog geen play maken. Misschien als ik via de andere kant kom, daar ook. Dan misschien dat ik iets kan proberen. Ja, dat moet misschien wel lukken, man. Het liefst heb ik die dan nog wel leeg. Want dat is echt, ja, daar is ook echt een hekelpunt, dat ding. Dus kom op. Kom op, ga even leeg. Ik hoop dat hij nou niet komt. Dan kan ik echt even deze deurtjes gaan opruimen. Alleen, daarboven hangen er nog meer. Kom op, geef me even. Ik weet niet hoeveel kogels erin zitten, man. Maar ik moet gewoon even. Ik wil niet te laag zakken in HP. Ik denk 5k max. Oh, als het even kan. Kom op, gun me dit. Want dan kan ik dadelijk daar omlopen. En via die stenen misschien manoeuvreren naar dat hokje. Want daar is een Jenny uitschakelen. Heeft niemand zo heel veel zin natuurlijk. Omdat hij hier gewoon al de turrets waarschijnlijk leeg heeft. Maar toch. Dan kan hij al niks bijzetten. Dus daar doen we het voor. En als die leeg zou ik ook een raketten gaan schieten op die golem. Dat is ook chill. Ik zie daar wel al explosies gebeuren. Ik weet niet wat er allemaal exact gebeurt. Kom op, man. Ja, ik zit op 3k AP, man. Godver, hoeveel kogels heeft dat ding nog? Ziet er nou allemaal explosies of wat gebeurt daar? Ah, kut. Kut. Ja, deze is ook gewoon een beetje op nu. We kunnen kijken of het lukt met C4 en de droom, jongens. Even kijken. Vlak pakken. En de bombaklad. Oké, bombaklad. Hoppa. Hoppa. Heb je nou een beetje geheeld? Ja, ik heb nog wel eventueel meer rock elements, maar dan zou ik even terug moeten naar base. Oké, kom op. Ik denk dat torentje bovenuitschakeling niet zo heel veel zin heeft, dus dat gaan we gewoon lekker niet doen. Oh, sorry. Oh, fuck. Er komt weer een storm aan, jongen. Oh, what the fuck? Waarom hier? Oh, dat had ik echt niet verwacht. Waarom zou je zo al je... Ik weet niet of het slim is wat ik nu doe. Nee, dit is... Oh, oké. Waarom zou je dat hier neerzetten? Ja, ik moet dit soaken, man. Ik kan hier geen move op maken. Ik kan niet even sneaky cheeky erbij in de buurt komen, weet je wel. Dat gaat gewoon niet worden. Kut. Oké, dan kunnen we dus niet... Dan is die andere hoek eigenlijk veel zwakker. Die zet er nooit veel kogels in doen, of wel? Ja, ik word gewoon instant gebeamd door deze dingen. Dat is wel gewoon hoe het is. Ik heb extra rock elementen nodig, man. Kom op. Oh, dat was heel veel damage daarachter. Daar is heel veel damage. Ja, hij probeert mij nu echt weg te houden. Kut. Ja, ik kan even een risky move doen. Gewoon 3 rock elementen erin gooien. Kijken wat er gebeurt. Ah, man. Oké. Ah, kloten. Daar was ik echt niet vanuit aan het gaan. Oh, want hij is nu wel echt naar binnen aan het pushen, volgens mij. Ik weet ook niet hoe Jamie zijn beest eruit ziet qua defense en zo, man. Ik denk dat die allemaal leeg zijn, maar dat weet ik ook gewoon niet. Ik kan even een testetje doen op dat. Ja, oké, maar die wordt dan net via rechts dan kapot geschoten. Zie je, ik kom daar eigenlijk net niet. Ja, ik kan wel deze rock elemental erin fluiten. Dan zou het sowieso kunnen, maar goed, deze... Ja, dan ga je wel dood, Tok. Wat is jouw stad eigenlijk? 35 HP is dat is niet slecht. Oké, Tok. Take one for the team, my brother. Oh, huh? Oké, don't take one for the team. Don't take one for the team. Don't do it. Don't do it. What the fuck? Die waren toch gesookt? Yo, dit is raar, jongen, wat hier gebeurt. Dit is echt raar, man. Of hij heeft ze snel bijgevuld, maar dit is echt raar, bro. Die ook helemaal leeg gesookt al. Tok, ik snap die follow even niet, jongens. Ik word helemaal gek van die follow. Maar echt een kilometer ervan afstaan wil je dat hij wat doet. Oh, daar zijn de turrets. Oh, die hebben mij dus echt net zwaar genaaid. Oké, ja, daar is alles gaande. Het is denk ik niet mogelijk voor mij om hier een decent angle op te krijgen. Misschien kan ik via hier, via deze dekking net... Ah, ja. Dat was hem niet. Kom op. Grapple. Grapple or nothing. Dat is hem ook niet. Grapple in a dream. Grapple de peppel. Kom maar pakken. Oké, oh, Jamie is het kennen. Lekker Jamie. Ik ben er ook, hallo. Morgen. Hey. Waar ben jij dan bezig? Ik weet niet wat er allemaal gebeurt hier, man. Ja, ik zie de helft van de damage nummers ook steeds niet, maar ik ben in zijn rug aan het komen. Oké, ja, alleen, goed. Hij heeft fucking veel kogels, man. In gewoon die minifopjes. Heel veel kogels, heel veel turrets. Ik heb al, boven heb ik de boel eigenlijk al helemaal schoongemaakt. Ja, nice. Ja, dat zal ik ook overwegen. Eigenlijk alleen hier in het midden nog voor mijn base. Maar ik mag die laatste meter niet meer verliezen, want dan kan ik mijn grond niet meer uit. Nee, precies. Ja, mijn twee rock golems zijn zowel dood van 4 turrets van hem. Maar, kanonnen, man. Ja, kanonnen gaan wel hard. Je moet die golems van Henk killen, dan kan die eigenlijk niks meer. Nee, klopt. Ik dacht alleen net dat ik turrets gesookt had. Alleen nu schiet ze weer volop. Dus ik weet niet of dat een glitch was of gewoon... Volgens mij heeft hij echt infinite armor, man. Fuck. Verbaast me niks in ieder geval. Kun je mensen van golems afgrappelen of niet? Want hij probeerde mij dit te grappelen. Oh, dat kan. Oké, ja, ik ben in ieder geval achter je, maar ik zie de helft van de tijd de damage nummers niet. Dus dan weet ik niet wat hij aan het doen is. Nee, is goed. Kijk maar, man. Kijk maar. Hopelijk lukt het om dit een beetje weg te jagen. Ja, ik ga even extra golems aan en kijken of we hem daar in een pinch kunnen zetten.
Ja. Want inderdaad, als er golems op zijn, dan is het gewoon klaar. Probeer hem op te sluiten en alle gewoon turrets eromheen zetten misschien. Ja, dat is nu nog lastig, want die turrets zitten helemaal hoog op het plafond waar die ze heeft. En mijn sluiproute heeft hier ook al een extra hoekje, maar ik kan het proberen. Oké, dan ga ik even op neer. Mag ik daar geen snipe? Ik moet daar toch een snipe angle krijgen. Wacht, voordat ik echt terug ga... Sorry. Het kut is, ik ken hier helemaal niks. Dit is dus echt niet mijn territorium, weet je wel. Dus ik merk dat ik hem daar al stiekem kon... een beetje off guard kon pakken. Maar als ik hem daar al kan grappelen... dan heeft Jamie ook gewoon iets meer vrij spel met die golem. Ook kennen, hè. Maar ik weet dus niet... Oké, dat is wild shitter. Oh, fuck. Wacht, heeft hij twee golems daar? Ik weet dat hij hierboven ook nog ergens turret staat. Kan zijn dat ik doodga. Kan ik dit grappelen? Hij retreat altijd heel snel als er grapples rondvliegen. Ah, fuck. Ik weet niet of ik dit kan hitten, man. Het lijkt er wel op. Hij heeft een goede zadels trouwens, hoor. 5 damage is echt niet niks. Maar ja, kun je dan ook longneck, of niet? Ja, oké. Hij heeft dus eigenlijk die hele brug hier voor mijn turret staan. Daar is kut. Zo helemaal vol, jongen. Oké, dus die pakken mij wel eens. Dus vanaf daar kan ik niks doen. Vanaf boven niet. Ik weet niet wat dit hoekje is. Dit lijkt een beetje alsof hij daar een Jenny heeft staan. Maar dat red je nooit qua range. Lekker. Goeie, man. Goeie. Ja, dit kun je nooit outhealen. Dan moet je hem terugfluiten. Lekker, Jamie. Lekker. Kom op. Ja? Oh, ik ga hier nog even... Ik ga even blijven dit moment. Let's go! Oké, dat is heerlijk. Dat is een goede move. Goeie move. Ik moet even kijken wat de veilige route terug ook weer is. Ik heb helemaal koffer hier, volgens mij. Oei. Oké, nou, dat is de veiligste route terug. Ja, ik denk dat ik nou gewoon even ga spannen bij mijn beest. Dat kan op zich geen kwaad. Even kijken. Hopen dat Tinus nog niet langs is geweest trouwens. Hallo. Oh, what the fuck. Ja hoor. Dan word ik zelf aangevallen. Wie had dat verwacht? Maar door wie? Juan. Oké, maar Juan is dood. Wat een gecoördineerde aanval, Juan. Oh, fuck. Oh, nee. We moeten even oppassen. Zie je? Dag, Juan. Ja, het mooie is, Juan. Jij kan hier als het goed is ook gewoon niet bouwen. Dus bedaardie dankt. En ik vind even dat je rock element al weg moet. Heeft Juan voor mij ook... Gaan we nog schieten? Mexico. Wacht eens even, Mexico? Wat heb ik jou ooit aangedaan, Mexico? Ja, ik kan dit beter gaan kennen, maar ik kan dit niet echt counteren met een cannon, zeg maar, in deze ruimte. Want je kan hier dus niks bouwen. Ik ben alleen een beetje bang dat hij buiten een fop heeft. Alleen, je kan niet echt in de buurt bouwen. Waar is Juan zijn andere body? Ik zie... Oh, ja, dit is wel een beetje kut. Maar goed dat ik terug ben gegaan, trouwens. Tribe killed Juan. Ik had het net helemaal niet door. Tribe killed Thalys. Lightning Wyvern, spoorwegenbelasting. En Solis. Spoorwegenbelasting ook gekillt? Hoe dan? What the fuck? Oké, dat kan dus niet. Senior Waifu. Ja, hier staat een Wyvern buiten. Wat een mooie poging trouwens. Ja, het kutte is... Of ja, dat is eigenlijk wel het ding. Goed dat hij dit heeft gedaan ook. Want hij kan inderdaad gewoon mijn foundations in principe gewoon opblazen. Met een rock element op. Met stenen. En dat doet hopertje veel damage. Oh, kijk. Daar raadt hij weer. Pak even wat C4. Ja. Oh ja, en even een gun. Zo. Wat gebeurt hier nou? Kijk, Juan is wel dood. Dat was een hele mooie raket. Echt een hele vieze eigenlijk. Het is niks moois aan, het is echt smerig. Is dit, waar is de Juan? Volgens mij zijn er echt heel veel Juanetjes hier gewoon bovenop liggen. Can't play structure hier, what the fuck? Ik ben ervan overtuigd dat ik hier gewoon niks mee kan doen. Kan ik hier trouwens wel doorheen schieten? Dat kan. Kijk, ik weet dus niet of ze fops hebben. En ik kan dus niet dit ding sevieren. Dat is een beetje irritant. Ik ga zo meteen waarschijnlijk zelf dood ook. Kan zijn dat Juan dit naakt is, dus dan heb ik een beetje geluk. Een beetje kut voor Jamie wel. Ik wil hem graag helpen, wat ik trouwens ook echt heel easy kan doen. Wacht, ik kill even snel dit ding. Ik weet dus niet of ik naar buiten kan. Dat is een beetje het kutte. Ik ben een soort van bang van niet. Was het echt mijn laatste er... Your poison wyvern was killed by rock elemental. Oh, dat is al kloten. Ja, dan word ik daar aangevallen. Daar ben ik nu ook al weak, man. Ja, en mijn fop is weg. Ja, dat is helemaal kut. Ja, mijn bed is gewoon weg. Nou ja, moet ik wel mijn spullen weer terugpakken. Ja, dat is ook overdreven. Ik gooi daar gewoon een rock elemental daar neer. Ik time hem even. Dag. Oh, even oppassen voor die steen. Oh, dit is zo weinig damage trouwens. Is dat zadel zo goed? Oké, wacht. Ik ga ook even snel dat ene ding opruimen hoor. Dat ding daarbuiten. Even die weer van opruimen. Het heeft nu gewoon toch geen zin om Jamie te helpen. Oh, daar zit nu niemand op. Is hij aggressive? Of zat hij gewoon op turret modus? Hij zat ook vast volgens mij. Nou, kill dit ding gewoon even snel. Bonk. Another one. Kom op. Bombaklad. Oké, die is neer. Dat was echt een mega random steen, ouwe. Mega random steen. Oké. Ja, ik kan mijn turrets ook even allemaal op de frontlinie neerzetten. Zo, neem ik die wel even mee. Zo, dat erbij. Oké, waar is mijn cryopod? Ja, dan is het gewoon meteen afgelopen. Dwayne. Het is jouw beurt. Dwayne. Oké, nog even één zo'n shot poelen. Ja, kom maar met je steen. Hoi maar. Dag. Hoe vaak gaan we dezelfde fout maken? Hoe vaak? Loop maar naar achter. Yes. Oké, nou. Hier heb je je maatje dadelijk. Dat is je maatje. Yep. Perfect. Oké. Nou, dat ding is neer. Heeft hij een goed zadel of zo?
Nee, gewoon een normaal zadel. Hier heb ik nog een random vogelvlieger houden. Ja, ik weet dus niet of er een fop is buiten. Zo hoorde ik hem lopen. Nou hoor ik hem vliegen. Hij staat hier ergens, man. Daar staat hij. Nee, blijf even staan, blijf even staan. Er zit een naakt, man. Ja, dit lijkt wel een gecoördineerde aanval. Dat is sowieso, man. Er is geen fop buiten, oké. Okay. Het is gewoon geen fop ook. Ja, dit is echt gewoon gecoördineerde afleiding. Is hij nou weg? Hij lijkt wel weg, man. Is hij echt weggegaan? Nee, toch? Oh, Mexico, jongen. Ik kom nog voor je. Ik ga heel Mexico leegplunderen, jongens. Raar, man. Oké, ja, ik ben al wel mijn jammer genoeg wat dino's kwijt. Mijn Fasso is zo goed. Ja, ik alleen mijn Fasso. En waarschijnlijk die twee Rock Elementals ook. Air Force HD. Oh ja, tuurlijk. Ja. Air Force die was er ook. Oh, dat is wel echt kloten. Tribe member killed by Hank. Oh ja. Poison Wyvern. Raar, man. Hoeveel tasjes van Juan liggen hier, man? Juan de tasjes, man. Ik hoor hem weer, ik hoor hem weer, ik hoor hem weer. Ik hoorde sowieso een Wyvern, man. Of is dat van mij? Oh, ik denk dat ik mijn eigen Wyvern of zo hoor vliegen. Oh, man. Godverdomme. Ja, ik wil eigenlijk Jamie wel helpen. Ik wil eigenlijk gewoon full force de ding erop kletteren. Gewoon allemaal rock elementen. Bap, 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 bap. Zoek maar uit. In ieder geval dat gaan doen. Maar ja, we hebben nu wel Guardian Dwayne de Steen nodig. Ja, die gaat maar gewoon even op turret modus. Hier, oh. Oké, en nou ben ik dus heel blij dat mijn generator hierin is gebouwd. In plaats van dus die Adobe waar ik het laatst over had. Zo, want dat was kut geweest anders. Dat zou echt verschrikkelijk zijn geweest, ja. Zo. Oké, en ik heb nou wel mijn lesje geleerd. Deze moeten gewoon allemaal op de normale vloer staan. En ik kan er beter niet dicht bouwen. Ja, ik kan hier echt oprecht ook gewoon beter een soort line of sight maken met alleen maar turrets. Ah, oh, ik heb wel heel veel reloot in moeten leveren daarvoor, jongen. Dat is wel kloten. Even met me mee. Nou ja, ze moeten ook nog hier doorheen komen. Ah, man. Ja, ik zit nou even te denken hoe ik hem het beste terug kan pakken. Want dat gaat niet zomaar. Ik weet de situatie natuurlijk weer niet. Maar deze aanval is nu wel echt afgeweerd. Oké, Dwayne, I'm counting on you, man. I'm counting on you. Lekker agressief zijn. Zo'n golem kan erin stikken. Kom op, kom op, kom op. Ik hoop dat Jamie in orde is, man. Oké, ziet er legit uit. Is dat een wyvern van niemand? Ik weet niet wie. Dag. Dag. Hier. That's what you get, man. That's what you get. I'm back. I'm back. Doei. Ja, slaap lekker. Oké, Jamie heeft het hierboven volgens mij al uitgeschakeld, dus dat is chill. Ik denk ik nog nooit geleveld. Dit is volgens mij een beetje een trash wyvern, of niet? Oké, maar hij is nog wel met golems aan het pushen. Oh man, man, een oorlog. Oh, dat stof. Kan ik hem niet grappelen? Hij is dood, of niet? Ik kan niet zo goed zien wat er gebeurt. Kan ik een grapple angle pakken? Oh, joh. Wie is dat? Ik kan hem niet zien. Oh, dat is Jamie, dat is Jamie. Oh, what the fuck? Ja, ik wil eigenlijk gewoon mijn rock elementen hierin gooien voor hem. Kijk wat er gebeurt, weet je wel. Maar die kogels zijn echt infinite, man. Oh, hier hangt een fucking turret, maat. Die zou ik toch moeten kunnen slopen, of niet? Dat hij zichzelf opblaast. What the fuck? Oh, dat was echt bullshit. Ik zag ineens ontploffen, man. Jezus, gast. Wat een onzin. Oh, fuck. Daar hangt hij. Wat de... Oh, daar had er nog... Oh, wat goed. Ja, niet super handig natuurlijk. Zo, what the fuck? Nou ja, nu sleeping bag hier. Oké, okay, hij zit er niet op. Ik hoor cannons. Ik zie damage. Is dat speerballen, man? Of is dat Jamie? Dat is Jamie. Maar wat gebeurt er allemaal, man? Maar wie is die 5 damage, man? Die zadels moet je echt even hebben. Ja, kakogels is dan niet te doen, man. Dat is niet te harde. Maar ja, waarmee kan ik dat ding anders neermaaien? Wat als ik hier gewoon een cheeky kanon neerzet? Ja, gewoon doen. Dat gaan we doen. Oké, okay, jongens. Morgen voor een aflevering zet ik hier een cheeky kanon. Ah, dat kan helemaal niet. Ja, ik kijk wel. In ieder geval tot morgen.